Ik ben gewoon muziekliefhebber en ik verzamel alle soorten muziek. Mijn specialiteit is wel Beatles. Wat je ziet zijn een heleboel platen en cd's en andere geluidsdragers. En ja, daar verzamel ik mijn hele leven al. Begon denk ik wel met toen ik een platenbon won bij een carnavalsfeest. En daar kon je een singeltje verkopen. Toen had je ook in Gorinchem, waar ik toen woonde, een tweedehands platenzaak. En toen zag ik daar 5 platen van de Beatles naast elkaar staan. Ik denk, hé, dat zou vast wel een bekende groep zijn die mooie muziek maakt. Dus die heb ik gekocht. En daar is mee begonnen. Heb je enig idee hoeveel je hier hebt staan? Nee, ik heb ze niet geteld. Daar ga ik ook niet aan beginnen. Nee, ik vind het gewoon leuk om met muziek bezig te zijn en te verzamelen. En ik kom geen tweedehands winkel of een rommelmarkt vandaan waar ik niet iets meeneem. Ik heb altijd een volle tas mee. Beatle platen, speciale uitgaven, vooral door Paul McCartney, George Harrison, John Lennon. De cd's, boeken, LP's waar artiesten alleen maar Beatle-nummers op spelen. Ik kan er zo lukraak in uittrekken. Bijvoorbeeld Sgt. Pepper Band. Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Muziek van de movie. Alleen maar Beatle-nummers. En waarom de Beatles? Iedereen is erover eens. Het is gewoon de beste band aller tijden. Qua popmuziek. Living is easy with eyes closed. Hoeveel luister je nog naar de muziek die hier op staan? Wat ik hoop moet ik ook in ieder geval een keer geluisterd hebben. Ook al is het maar een prut-LP. Maar net dat ene nummer op staat. Een Beatle-nummer. En heb jij hier verder nog dingen staan waarvan je denkt, wauw, dat ik die heb mogen verzamelen? Je bedoelt hier in deze kast of ja, gewoon in ergens ruimte. In deze kamer? Ja, ik heb verschillende dingen. Ik heb de steen uit de cavern, waar de Beatles de eerste tijd hebben opgetreden bijvoorbeeld. Kijk, dat is deze. Toen de cavern werd gesloopt en is toen een nieuwe gebouwd, iets verderop, werden de stenen verkocht tijdens een Beatle-conventie in Liverpool. En heb ik er toen 9 gekocht met een certificaat van echtheid. Dus dit is origineel. Van de eerste plek waar ze stonden? In Liverpool althans, ja. Hebben ze heel veel opgetreden. Iedere muziekliefhebber wil natuurlijk het allerliefst een keer met zijn of haar idool op de foto, handtekening. Is dat je nog gelukt? Ja. Ook doordat als medewerker van dat Beatleblad. Kwamen erachter dat Paul McCartney zou gaan optreden voor een concert. En we wisten ook dat hij, tenminste kwamen aan de weet, dat hij het Vincent van Gogh Museum zou bezoeken. Want toen kwam hij naar buiten met zijn vrouw Linda. En we waren natuurlijk niet met een hele horde mensen, dus dat scheelde ook. Dus hij had alle tijd om even met ons te kletsen, handtekening te geven. En dat is gelukt. Dat heb ik toch maar mooi meegemaakt. Gewoon naast hem gestaan, even nog met hem gekletst. En ja, dat is een handtekening. Ben je nog van plan om het nog verder uit te bouwen? Of heb je zoiets van straks is, als de laatste kast vol is, dan is het klaar? Ik hoop niet dat het zover komt. Ik hoop dat ik nog uit kan bouwen.